Het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en DTA van de Bureaus voor Burgerzaken, BVB's, zijn geïnformeerd over de kantmeldingen en hun gevolgen. Dit gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst die in het Lalaroek-gebouw is gehouden. CBB en BVB's zijn de instanties die ervoor zorgen dat persoonsgegevens van burgers correct worden geadministreerd. De informatiebijeenkomst had als doel om duidelijkheden met betrekking tot kantmeldingen weg te werken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, wil op deze manier de dienstverlening naar de samenleving steeds verder verbeteren. BISA zegt in een persbericht dat kantmeldingen alleen geplaatst kunnen worden op de kant van een reeds voltooide akte. Deze meldingen dienen om te verwijzen naar een akte of een rechtshandeling, welke meestal op de persoonlijke staat betrekking heeft. BISA-directeur Putri Devi Amatsumarto zegt dat er vanuit het CBB heel wat initiatieven worden ondernomen voor bijscholing, hetgeen nodig is in deze globaliserende wereld. Verder is het CBB een dienstverlenende organisatie en is het volgens haar van belang dat er gestreefd wordt naar maximale dienstbaarheid.